Hallo, vandaag bespreek ik het onderwerp betonlookverf. Ja, het woord zegt al, hè, beton, het look, het lijken op beton. Er wordt iedere keer iets nieuws gemaakt en iets anders verzonnen. En ja, het heet gewoon betonlookverf. Eerder, heel vroeg in de tijd, hè, mensen hadden nog niks op de muren en toen zag je gewoon tegen een stuk beton te kijken. En ja, dat praat je echt over heel lang geleden, heb ik niet meegemaakt. Maar goed, nu wil men weer hun interieur veranderen. En ja, en daar zijn iedere keer nieuwe tinten voor en nieuwe ideeën voor. En dat heet dan betonlookverf. Nou, en als je die op een muur aanbrengt, dan krijg je een beetje een effect, wat kun je het vergelijken met een soort whitewash. Hè? Je kent het whitewash, het soort krijtverf die op meubels doet, dat je een soort bleek effect krijgt. Hè? Een soort sponsbleek effect, zeg maar. En zo is dat ook met een betonlookverf die je dus op een muur aanbrengt. Nou, hoe breng je dat op een muur aan? Hè? Als je dus zeg maar één muur wilt schilderen en je wilt daar betonlookverf op hebben, dan ga je natuurlijk eerst met een goede tape. Ik weet niet als je het artikel of het onderwerp tape ook al hebt gezien, maar dan pak je hiervoor, het is een latex waar je op moet plakken, dan pak je een paarse tape en die plak je dus helemaal vanaf het plafond, van links naar rechts plak je dus het plafond af. Daarna ga je aan de rechterkant, plak je de rechterkant af om mooie rechte lijnen te krijgen, dan links en als laatste plak je de plinten af, dat je dus een mooi superstrak geheel krijgt. Nou, om niet te morsen leg je er nog even een stuk loper onder of oude kranten ook, en die tape je even vast en dan kan je in principe beginnen met het betonlookverf. Je brengt het iets aan als een normale verf. Je gaat eerst de muren schoonmaken. Sorry, dat is bekend. Eventueel oneffenheden opvullen met vulmiddel. En als dat helemaal klaar is, het is goed schoon, dan kun je eigenlijk doe je eerst een grijze grondverf erop. Een grijze latex, een iets donker, iets lichter kleur, moet ik zeggen. Daar ga je mee beginnen. En dan ga je dus. Je weet inmiddels hoe je muur moet schilderen. Je begint links bovenaan. En je gaat eerst een stukje bij tape langs. En daarna ga je hem gelijk dichtrollen. En dan zo van boven naar beneden. En dan rechts en van boven naar beneden. Maak niet de fout dat je dus eerst helemaal bij de tape langs gaat met een kwast. Want dat zie je later als je aanzet. Ik pak gewoon een metertje. En ga, wanneer die meter klaar is, ga gelijk met de roller eroverheen. Zodat je dus niet een overlappings aanzetting krijgen, om het zo maar te zeggen. Dat is gewoon heel belangrijk. Hè? De mensen maken de fout, oh ik ga eerst rondom en dan lekker mooi dichtrollen. Nee, eerst een stukje van een meter en dan ga je pas dichtrollen. Nou goed, als je dat gedaan hebt, dan komt het betonlookverf erop. En het betonlookverf, dat doe je niet met een roller, maar dat dep je eerst met een doekje, maak je bepaalde dotten op je muur en doe dat gewoon per vierkante meter. Hè. Maak even een denkbeeldige verdeling van je muur. Hè. De muur is zeg maar 4 meter lang en 2,50 meter hoog, of nou, 3 meter hoog, ik noem maar wat. Oh nee, zo hoog zijn de plafonds tegenwoordig niet. Nou, doe wel laag, 2 meter. Dus 8 vierkante meter. Dus deel je muur in vierkante meters. Dat is gewoon gemakkelijker. Nou, hoe breng je die betonlookverf aan? Je dot het. Als het ware, je verdeelt wat dotten over die vierkante meter. Later pak je een blokkwast en zorg je dat het naar elkaar toe dicht gemaakt wordt. Je kunt het ook met een spons doen. Het is maar net wat je wilt. En dan krijg je een soort betonlookachtig ondergrond. Ja, je moet ervan houden. En de kleur is persoonlijk, maar ik denk als je. Of ik weet wel zeker, ik denk niet, maar ik weet wel zeker dat je meubels daar naartoe richt, dan is dat een geweldig effect. Hè? Laat je er s'avonds nog een mooi lampje op schijnen, dan wordt het effect alleen maar mooier. Nou, meer valt er niet te vertellen over betonlookverf. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb het wel eens gezien, maar ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar het lijkt mij niet moeilijk om met een doekje wat dotten erop te doen en met een blokpas uit te strijken.
En dan ga je zo verder. Dat moet iedereen kunnen. Hè? Maar daar is schilderpret voor nogmaals. Schilderpret is ervoor dat je het zelf kunt doen en zelf gaat leren. En het is een kwestie van doen. Goed. Mochten jullie nog vragen hebben over betonloopverf, hè, qua technische bestanddelen of wat dan ook, laat het me weten door een reactie achter te laten onder deze video. Nou, ik wens jullie veel succes met betonloopverf. Trouwens, het zou een leuk idee zijn als jullie het ooit eens een keer gedaan hebben en wat foto's opstuurt en onder deze video wil plaatsen. Dan kunnen we dat met z'n allen delen. En dan kun je ervaring uitdelen. Is dat een goed idee? Nou, ik hoop dat er wat reacties komen. En vooral foto's, dat je zelf gedaan hebt. Dan ben je gewoon altijd apetrots. Als ik iets geschilderd heb, ja, dat geeft mij zoveel voldoening. Je ziet dat gewoon opknapt, het verandert. Het is gewoon, ik kan er over schilderen, kan ik eigenlijk wel de hele dag praten eigenlijk. Goed, ik wens jullie nogmaals succes met betonloopverf.